van twee oefenwedstrijden op Indonesische bodem. In een sfeervol Gelora Bung Karno Stadion tegen Persija Jakarta. Peter Leeuwenburg onder de lat. Hij maakt zijn officieuze debuut. Net als Geraldo Becker. En hier de eerste kans van de wedstrijd voor Persija. En het eerste werk voor Peter Leeuwenburg. Persija de nummer 3 in de westerse divisie van de Indonesische competitie. En dus de eerste sparringpartner van Ajax in Indonesië. En hier ook de eerste kans voor Lucas Andersen. Hij de spits. En kopt zijn eerste bal naast. Hier het balletje van Serrero. Niet goed weggewerkt voor de voeten van Andersen. En twee minuten later is het wel raak. Bal niet goed weggewerkt. Blijft dan hangen. En een keurige volley van Lucas Andersen. Twee minuten later dan. Corner van Lerin Duarte. Keeper zit mis. Bal valt dan op het dijbeen van Mike van der Hoorn. En zo stuitert die bal over de doellijn. En het derde doelpunt in een oefenwedstrijd dit jaar voor de centrale verdediger. Vallend balletje van Rijn op Leslie de Sa. De Sa met de voorzet, verlengd door Paulsen, Andersen en de showduik van Andritani. Hier opnieuw van Rijn. Met een afstandsschot ruim over de lat. 2-0 ruststand dus. En Persija in de tweede helft op zoek naar een treffer. Met hier een goede opening. Habib Bamogo voor het doel. En hij mist die bal. Nog meer kans dan, schot geblokt en dan het gevaar geweken. Kans voor de proefspeler bij de Indonesiërs. Maar hij faalt voor zijn examen hier. Dan goed verdedigend werk van Lijon. Bazour in de tweede helft in het veld gekomen voor de geblesseerde Lucas Andersen. En hier krijgt Lerin Duarte de bal. Duarte kruipt er naar binnen. En schiet die bal fantastisch in de kruising. Schitterend doelpunt. En de felicitaties van Serrero en Paulsen aan het adres van Duarte. Prachtig doelpunt van de middenvelder. Dan is ondertussen de hemel opengebroken. Neemt Duarte deze vrije trap. Weggebokst door Audritani. Hier zien de Jong. Ook hij in de tweede helft in het veld gekomen. De Jong op de voeten van de keeper. De aanvoerder die een jaar geleden met Oranje twee keer scoorde in het stadion. Maar nu nog minder gelukkig. Van der Hoorn. Goede kopbal. Nog geen tweede doelpunt voor hem. Wint daar het kopduel van aanvoerder Fabiano. Maar het blijft bij 3-0. En zo wint Ajax in Jakarta de eerste oefenwedstrijd van de Ajax-Indonesië-tour.